Het Nationaal Orgaan voor de Accreditatie, NOVA, zal van 8 tot 10 november de 14e CanCade-conferentie organiseren. In dat kader heeft het NOVA gisteren een persconferentie gehouden. Het is de eerste keer dat de CanCade-conferentie in Suriname plaatsvindt. Tijdens deze conferentie komen vertegenwoordigers van accreditatieorganen en kopstukken uit het hoger onderwijs van verschillende Caribische landen bij elkaar. Deze conferentie werd elk jaar door een ander CARICOM-lidland georganiseerd. Tijdens de conferentie worden vraagstukken op het gebied van kwaliteitsbeleid van hoger onderwijs en het accreditatiebeleid van verschillende Caribische landen belicht. Volgens Trevelin Vurig, voorzitter van de Accreditatieraad, zijn de kwaliteitsstandaarden van Suriname een combinatie van die van de regio en van Europa. Het is een opportunity voor ons en de instellingen om de Surinaamse en eigenlijk de gemeenschap en ook de instellingen meer te informeren over wat is kwaliteit, wat is accreditatie. Want het is niet alleen de interne organisatie binnen de instellingen. Het is niet alleen de externe beoordeling, maar het is ook meer dan dat. Het heeft ook te maken met de hele ontwikkeling binnen het hoger onderwijs. En we zijn geen eilandje. We zijn niet alleen op de wereld. Er gebeurt veel wat betreft ontwikkeling in het hoger onderwijs. En wij willen deel van daarvan zijn. We willen ook meehelpen denken welke richting het op moet gaan. En daardoor hebben wij ervoor gekozen om CanCade dit jaar in Suriname te houden. Dan krijg je ook die exposure, die awareness. En vandaar ook dat het ministerie van Onderwijs ons hierin steunt. Volgens Ronald Bronten, president van CanCade, ziet de Surinaamse regering het belang van hoger onderwijs wel in. Dat aspect speelt namelijk een cruciale rol in de ontwikkeling van het land, zegt Bronten. In any country where there is an emphasis on post-secondary and tertiary level education as being a fundamental part of the education system to ensure that those higher level skills and competencies and knowledge is able to ensure that the workforce is able to compete in an ever competitive marketplace. Certainly as technology advances, as knowledge advances, that there needs to be the highest levels of skills amongst your population. And so this is really a very positive development for Suriname. And so I'd like to congratulate the government, NOVA, the board, for making this possible. Ronald Bronten, president van CanCade. Hij sprak gisteren op een persconferentie in verband met de 14e CanCade-conferentie die in Suriname wordt gehouden. De conferentie begint vanavond en duurt tot en met vrijdag in de ballroom van Hotel Torarica.